Beste studenten, het is wat korter, hè? Ik had de afspraak met mezelf dat ik mijn haar pas zou knippen en pas bij een kapper binnen zou gaan zitten als de eerste vaccinatie erin zit. En dat is ondertussen het geval. Als ik het nieuws goed volg, zijn jullie leeftijdsgroepen of vandaag al of misschien al gisteren aan de beurt om ook een afspraak in te mogen plannen. Het gaat opeens heel hard. Die vaccinatiegraad heeft er ook tot gevolg dat er steeds meer kan, gelukkig. En dat heeft tot gevolg dat het gelukt is dat we toestemming hebben om 2 juli de eindpresentatie met de studenten erbij te doen. Dus ik had aan het begin al gezegd dat ik heel erg hoopte dat dat zou lukken. Dat is gelukt. Ik leg later uit wat dat precies inhoudt. Want in deze video wil ik het even hebben over de demonstratie die jullie moeten geven komende week. Over de video's die jullie vandaag over een week in moeten leveren. En dan tenslotte even stilstaan bij de eindpresentatie van 2 juli. Die demonstratie. We willen volgende week als docententeam heel graag zien of het jullie gelukt is om een werkende demo te hebben, zodat we er vertrouwen in hebben dat het op 2 juli goed gaat. Of op woensdag of op vrijdag laat je via videoverbinding aan de docenten zien wat je op 2 juli gaat laten zien. Dus het hele ding. Knikken erin aan de ene kant, laten zien wat er gebeurt, knikken erin aan de andere kant. Hoe we dat logistiek doen: je zorgt ervoor dat je opstelling klaar staat zodra die af is, helemaal klaar. Je zorgt ervoor dat er een camera opgericht staat waar je een Teams-verbinding mee hebt. Dus je kan er een laptop voor zetten bijvoorbeeld. Dan tag je in je Teams, in jouw kanaal tag je Mali Welmers van de practicumadministratie. Zij houdt een schemaatje administratie bij van welke teams gezegd hebben dat het klaar staat. En dan vraagt ze een docent om te komen kijken. Die docent die kijkt dan, die komt dan in de meeting erbij. Die zegt: nou, oké, zet maar aan. Dan laat je een knikker erin vallen. Dan laat je zien wat er gebeurt. En dan zegt die docent uiteindelijk: ja, ik heb het gezien. Dit gaat inderdaad goed werken. Ik teken hem af. Of de docent zegt: hé, dat ging niet goed. Fix dit nog, fix dat nog. En roep me erbij als het gefixt is. Dat moet of woensdag of vrijdag. De deadline is vrijdag tijdens de defuren. Maar stel het alsjeblieft niet uit. Als je klaar bent en hij doet het, maar je moet hem nog een beetje mooier maken, laat het alvast zien. Want als we vrijdag 54 groepjes krijgen, dan trekken we het niet. Dat is logistiek niet te doen. Dus als je woensdag het in feite al klaar hebt, maar je wil hem nog iets steviger of mooier, et cetera, maken, zeg dan woensdag alvast al: hé, hij staat klaar. Ik zeg de hele tijd: docent, ik ben zelf aanstaande woensdag afwezig. Ik heb een begrafenis in mijn familie, helaas. Maar Freek Pols en Erik Verschuur, jullie wel bekend, die nemen mijn rol als docent op woensdag over. Dus die komen dan kijken. Alvast dank aan Freek en Erik dat ze dit oppakken. Ik ga wel kijken of ik filmpjes die jullie posten na afloop toch even kan bekijken. Want ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd ook zelf in wat jullie allemaal gemaakt hebben. Vrijdag ben ik er wel zelf bij. Maar nogmaals, probeer het op die woensdag te doen. Als we alles op vrijdag krijgen, dan lukt dat niet. Het is echt essentieel dat je voor vrijdag 12:30 afgetekend bent, zodat we zeker weten dat het op 2 juli gaat lukken. Dan die video's. Je moet 2 video's inleveren. Voor allebei geldt: als het een vertical video is, als je je telefoon zo vastgehouden hebt, dan ben je af. Ik zal nog wel een keer een filmpje posten over waarom. Dus zorg ervoor dat je een video opneemt in normaal landscape formaat. Je moet er 2 maken. De eerste is van je demonstratie zelf. Dat is eigenlijk, als je het gesprek op woensdag opneemt, dan ben je er eigenlijk al. Want dat is precies wat ik wil. Ik wil een video met bewijs dat je demonstratie het doet. Zorg voor een stille camera die recht die doos in kijkt. Knikken erin, knikken eruit. Kan dus maximaal 60 seconden duren, minimaal 10 seconden. En op die manier hebben wij een bewijs wat je dan netjes op Brightspace inlevert van: hé, deze groep heeft een werkende opstelling laten zien en mogen daarom naar de eindpresentatie waar je dat nog een keer moet laten zien. Dus dat is de eerste video. De tweede video is een uitlegvideo waarin je de natuurkunde uitlegt die in je opstelling plaatsvindt. Het formaat daarvan, niet het formaat qua hoe je je camera houdt, maar het formaat van hoe je dat gaat presenteren, is helemaal vrij. Zolang je maar duidelijk maakt wat die natuurkunde is. Als je er slides voor wil gebruiken en erin wil editen, prima. Als je gewoon de camera in wil praten, prima. Als je de demonstratie in beeld wil hebben, raad ik aan, prima. Maar wat je daarbij doet, mag je zelf weten. Er zijn een paar eisen aan. A, maximaal 2 minuten. Langer mag echt niet. We moeten ze namelijk allemaal bekijken en dit is dus al 3 uur aan videomateriaal. B, je moet je qua publiek richten op nieuwe eerstejaars natuurkunde.
die dus vers van het VWO komen. Je mag aannemen dat ze alles wat je op het VWO geleerd hebt qua natuurkunde snappen. Maar als er nieuwe dingen zijn die je dit jaar geleerd hebt, moet je die even kort uitleggen. En tenslotte, je moet hem samen maken. Niet één iemand maakt hem. Laat even weten, als je hem inlevert, wie wat gedaan heeft. Het kan natuurlijk best zo zijn, vanwege corona, et cetera, dat het opnemen door één van de teamleden gedaan is. Maar dan zou je kunnen zeggen, script is geschreven door die, editing is gedaan door die, et cetera. Maar ik wil dat het een product van jullie drie is. Nou, dus dat is de tweede video die je in moet leveren. Verder lever je je boekhouding ook nog in vrijdag, zodat we het volledige pakket rond hebben. Dan tenslotte 2 juli. We hebben dus toestemming om met studenten erbij deze eindpresentaties te doen, waar ik natuurlijk aan het begin van het vak op hoopte, maar nog niet kon beloven. We gaan daar de hele dag voor nodig hebben. Dat heb ik ook al eerder aangekondigd. Dus zet die agenda van 9 tot 5 in Delft aanwezig zijn. Niet iedereen zal dat volledige blok er zijn, want we gaan met groepen werken om ervoor te zorgen dat maximale groottes en afstanden, et cetera, dat allemaal goed gaat. Maar zet nu alvast in je agenda van 9 tot 5. De locatie is Leimen Cultuur. Dat is een evenemententerrein net naast de campus aan de Rotterdamse weg. Ik ga jullie nog alle details geven over hoe en wat. Voor nu is het voor jullie belangrijk om je te richten op voor de 25e een werkende demo te hebben laten zien live aan een van de docenten en die video's inleveren. Jullie krijgen alle info voor 2 juli, maar ik ben super blij dat ik nu in ieder geval alvast kan zeggen dat we toestemming hebben om met z'n allen bij elkaar samen te komen. Als afsluiting van je eerste jaar en als afsluiting van DEF om dat ding daadwerkelijk gezamenlijk aan te zetten. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb ook heel veel zin om alle video's te bekijken en naar jullie opstellingen te kijken komende week. Heel veel succes met de laatste loodjes. Tot volgende week.